van Tilburg omdat Tilburg op zoek is naar vernieuwing en zijn originaliteit. Ik hou van Tilburg omdat het een ontzettend bruisende stad is. Ik hou van Tilburg omdat ik het altijd gezellig vind. Ik ben Veerle Slegers. Ik ben geboren in Eindhoven in het beste jaar van de 60's. Ik ben al een half leven samen met de vader van mijn kinderen. En mijn kinderen zijn Boris van 13 en Katelijne van 9. Ik ben werkzaam als scholingsmedewerker voor de SP, landelijk. En ik ben als fractievoorzitter in Tilburg actief voor de SP. Deze geboorteplek van Peerke Donders, de Tilburgse pater die naar Suriname is geëmigreerd om daar voor de melaatsen te zorgen, is voor mij heel bijzonder omdat ik daar vroeger al heel erg vaak kwam. Ik kwam er voor de sfeer, voor de rust en de stilte en de natuur. En ik kom er nu weer omdat ik ook iedere keer als ik naar het wevershuisje van Peerkes vader kijk, ik besef hoe de textielarbeiders in Tilburg het vroeger hadden, hoe hun leefomstandigheden waren. En het herinnert me er ook altijd weer aan dat die omstandigheden eigenlijk nog steeds een goede reden zijn om te proberen de samenleving beter en anders te maken. Ik had nooit de ambitie om fractievoorzitter te worden of om op wat voor manier dan ook hoger op te komen in welke partij dan ook. Ik heb geen persoonlijke ambities om op een bepaalde plek te komen. Ik had alleen wel, en dat heb ik nog steeds, de ambitie om de samenleving anders en beter te maken voor meer mensen. Dus als dat nou is als fractievoorzitter en op die manier gaat het beter, nou dan word je dus fractievoorzitter. Er worden nu nog te veel dingen geregeld door mensen die van oudsher de weg goed kennen, die de juiste mensen op de juiste plekken kennen. Het zou veel makkelijker moeten zijn voor andere mensen, voor alle Tilburgers, om dingen geregeld te krijgen die goed voor hun zijn. Nou, ik heb heel lang een soort van wantrouwen gevoeld tegenover de reguliere politiek. Ik heb altijd in actiegroepen gezeten en ook een hele tijd heel weinig gedaan. Maar toen kreeg ik kinderen en toen dacht ik van ja, ik moet toch iets met dat wantrouwen en ik moet er toch iets mee dat ik de samenleving eigenlijk wil veranderen en beter wil maken voor meer mensen en ook dus voor mijn eigen kinderen en voor die van anderen. En toen ben ik gaan zoeken in de politiek naar welke partij overeen zou komen met mijn ideeën over hoe de wereld eruit moet zien. En dat bleek eigenlijk alleen de SP te zijn. De SP staat voor een menswaardige, gelijkwaardige en een solidaire samenleving. Voor iedereen, en niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen of die het voor zichzelf goed kunnen regelen, maar echt voor alle mensen. En dat trekt me aan, daar sta ik ook voor eigenlijk al mijn hele leven. Als ik één voorbeeld heb, dan is het wel mijn vader. Mijn vader heeft ook laten zien hoe hij Tilburgse randgroep jongeren eigenlijk vooruit hielp. Mijn vader heeft me verteld over zijn en mijn voorouders die ook in de fabriek werkten of als arme landarbeiders bij de boeren werkten. En op die manier heeft hij me altijd laten zien dat je moet opkomen voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen doen. En daarmee is hij eigenlijk mijn grote voorbeeld.